Straks nemen we mee naar Genève. Daar woont ze sinds een aantal jaren, de Italiaanse filmlegende Sophia Loren. Dat we langs mochten komen heeft alles te maken met het verschijnen van haar autobiografie. Met wat je noemt adembenemend levensverhaal. Want wat er in één mensenleven allemaal kan gebeuren. Extreme armoede, oorlogstrauma's, miskramen, gevangenisstraf, noodgedwongen. Twee keer trouwen met dezelfde man. Maar ook Oscars, een indrukwekkende filmcarrière, een gezin, levensgeluk. Nou is er iets moois. Loren is een van de vier groten van de Italiaanse cinema die zijn bloeiperiode had in de tweede helft van de vorige eeuw. En ook de andere drie zijn absolute filmlegendes. Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale en Marcello Mastroianni. In de loop der jaren hebben die drie ook voor de camera gehad. Met Sophia erbij is het viertal nu compleet. Dat geeft ons de kans om in de opmaat naar onze ontmoeting met Loren ook nog even terug te gaan naar Lollobrigida, naar Cardinale en naar Mastroianni. Want het geeft een geweldig beeld van hoe in de Italiaanse filmstudio's lange tijd het mooiste gemaakt werd dat in Europa te zien was. En hoe dit viertal de wereld veroverde. En één ding viel bij het terugkijken meteen op. De opmerkelijke overeenkomsten in hun afkomst. Rome, de Via Appia. De oudste weg van Italië, 300 jaar voor Christus aangelegd als verbindingsroute met het zuiden. Tegenwoordig ziet hij er zo uit. Hier woont ze, Gina Lollobrigida. Het was een ontmoeting die we niet snel zouden vergeten. Alleen al het welkom was apart. Buongiorno. Buongiorno. Saprò cambiare la mia vita. Seguendo il ritmo della sua, trovando il punto di equilibrio dei sentimenti. Hoe groot ze was, werd meteen duidelijk toen we langs de fotogalerij in haar huis liepen. Gina samen met Frank Sinatra, die haar en haar zoon Milko van het vliegveld kwam halen toen ze samen in een film speelden. Gina met Indira Gandhi. En met haar zoon Rajiv Gandhi. Gina samen met Cuba's Fidel Castro aan de sigaar. Met Liz Taylor. En met Sean Connery en Princess Anne. Gina in een van haar grote Amerikaanse films, Trapeze. Met een hartstochtelijke kus voor Burt Lancaster. Als gezegd, opvallend is de overeenkomst in afkomst van het viertal. Alles behalve een rijke jeugd, alles behalve een gemakkelijke start in het leven. Daarbij kwam Gina ook nog eens uit een wel heel bijzondere familie. Nella sua famiglia c'erano degli artisti, dei geni e delle persone molto particolari, no? Ma sì, devo dire che i miei antenati o erano dei pazzi o erano degli artisti. Una mia zia è morta in un manicomio, per cui era proprio pazza. Sì. Avevo uno zio pittore che anche ha lavorato al Vaticano. Poi chi altro? Avevo un altro zio, sì, mezzo pazzo, che aveva un po' il vizio di buttare tutto dalla finestra, televisioni, bagni. Non è vero. È vero? No, è vero, è vero. Gina, hier in actie met Frank Sinatra. Haar ouders vonden film maar niks. Zij droomde voor hun dochter van een rijke man. I think the captain will fill up his time eventually. And what's your rank and serial number? I'm cautious, conventional and very very careful. Chiedeva se almeno potevamo sposare un medico o un avvocato e mica ci aveva tanto torto perché dice tanto un medico e un avvocato in casa c'è sempre. C'è sempre bisogno. Allora. E io ho sposato un medico, però non è che sia andata tanto bene. Infatti no. Adesso sono divorziata e sola. Sì. E allora sicuramente non poteva mai andare al cinema. Ah beh... Il cinema era un sacrilegio, o no? No, era una cosa proprio scandalosa. Gina Lollobrigida, moeder van één zoon. Net als u straks van Sophia Loren zult horen, ook Lollobrigida leefde in het katholieke Italië, waar echtscheiding toen nog bij wet verboden was.
Ze was ongeveer de eerste die begin jaren 70 van de wetswijziging profiteerde. Gina Lollobrigida has come a long way since winning the Miss Italy contest in 1947, as the Rolls-Royce which brought her to court this morning shows. Now 42 years old, La Lolo has for years lived like a star. And so, like a star, she cannot even get divorced quietly. So her 22-year-old marriage ended in a blaze of publicity. Publicity for two reasons. First, hers is by far and away the most famous divorce to date under the new Italian laws. Il suo divorzio a quell'epoca era una grandissima novità, no? In Italia, perché? Sì, infatti sono stata una delle prime a divorziare, sì. Ah. E mi ricordo che purtroppo quando sono andata per il divorzio, la piazza del paese lì a Latina era piena di gente, sì. Ed era venuta per vedere me. E quindi c'era un viva Gina, tutti che gridavano viva Gina. Non è che gridavano al divorzio, viva il divorzio. Dicevano viva Gina, ma certo il risultato, i giornali insomma ci hanno un po' giocato sopra perché sì. hanno scambiato l'entusiasmo per me con l'entusiasmo per il divorzio. Na haar filmcarrière wijdde ze zich aan de fotografie en het beeldhouden. Bij ons afscheid wilde ze nog één keer showen waartoe de papegaai des huizes wel in staat was. Brigida. Het viel tegen. No dice niente, no? Io non ti tocco però. Gina, Lollo, Brigida. Ah. Parla. Net als bij het horen van de naam van deze Gina Lollobrigida, zullen jongeren bij het horen van de naam Claudia Cardinale misschien hun schouders ophalen. Cardinale? Maar als je zegt Once Upon a Time in the West, titel van een van de meest beroemde westerns uit de filmgeschiedenis, en je vertelt erbij dat deze Claudia daarin de hoofdrol had, naast mannen als Charles Bronson en Henry Fonda, dan daagt er wellicht ergens iets. Zoals Brigitte Bardot in de wandeling BB werd genoemd, zo werd Claudia Cardinale al snel CC. Zo beroemd was ze. Ze werd geboren in Tunesië, uit Siciliaanse ouders. Haar moedertaal is Frans. In een van de films waarin ze speelde zagen we hoe er gereageerd werd toen ze terugging naar haar dorp, La Goulette, waar ze 18 jaar gewoond had. Even liepen fictie en werkelijkheid door elkaar. Claudia, revenue dans son pays natal. Elle est revenue fidèle dans sa maison. La vraie Claudia Cardinale è là! Toen hun Claudia nog één keer terugkwam naar haar geboortedorp, gingen de bewoners van La Goulette volledig uit hun dak. Claudia Cardinale. Sinds jaar en dag woont ze hier in Parijs. Net als voor Sophia Loren begon ook haar carrière met een misverkiezing. Wat ze in de jaren in Tunesië in haar hoofd had, was lerares worden. Dat liep dus even anders. Vooral door hoe ze eruit zag. Direct kreeg ze het etiket seksbom. Maar al snel bleek dat Cardinale veel meer in haar mars had. Ook zij speelde later met de grootsten van de Europese en de Amerikaanse film. Zo bracht de fameuze regisseur Fellini Cardinale in beeld in de film Otto in Mezzo, 8,5. Als een engelachtige schoonheid die Marcello Mastroianni het hoofd volledig op hol brengt. Cardinale's relatie met Lollobrigida en Loren werd door de pers stevast omschreven als, op zijn zachtst gezegd, moeizaam. On parle toujours des trois grands noms du cinéma italien, Sophia Loren, Gina Lollobrigida et vous. Est-ce qu'il y a une sorte de relation entre ces trois femmes? Sophia, je la connais très 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 bien. On a d'excellents rapports, d'amitié. On se parle au téléphone, on se rencontre, on se voit. Gina aussi, un peu moins. Mais avec Gina, j'ai d'excellents rapports aussi.
Non, j'ai jamais eu de problème. C'est la presse qui avait un peu créé ces rivalités qui sont absolument inexistantes. Wat Cardinale overkwam is een extreem voorbeeld van het feit dat de wereld van de film zijn eigen wetten en regels kent. Contractueel was het haar verboden om zwanger te worden. En dat ook nog voor een langere periode. Toch gebeurde het. L'avortement n'était pas une possibilité? Oui. Oui, bien sûr. Même dans cette période-là? Mais oui, les gens ont toujours décidé et choisi. Pour moi, c'était un choix. Oui. Oui. Vandaar dat zoon Patrick in het grootste geheim in Londen geboren werd. Daarna werd hij jarenlang gepresenteerd als een nakomertje van oma Cardinale. Hij zelf wist ook niet beter. Lang heeft moeder Claudia het ook voor hem verborgen gehouden. Wat voor invloed heeft het op Patrick gehad? Sûrement, il y a une influence, ça c'est sûr. Ça a été beaucoup plus difficile pour lui. Parce qu'il y a eu un moment où vous avez dû lui raconter la vérité. Oui, mais enfin, il était petit quand même, il n'était pas grand. Oui. C'est-à-dire qu'il l'a su assez vite. Simplement, ça a été une période assez difficile de ma vie parce qu'on m'avait empêché de le dire. Donc c'était à cause d'un contrat que vous n'avez pas pu le dire. Oui. Et vous étiez même enceinte pour 7 mois, je crois, et vous avez toujours filmé. Personne n'a rien remarqué, c'était vrai. C'est la volonté. Quand on veut, on peut. C'est-à-dire que moi j'ai tourné, j'en ai parlé à personne et j'ai tourné tout le temps. Oui. C'est de nouveau la volonté intérieure. Oui. 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 Et un autre miracle s'est produit dans votre vie parce qu'à 40 ans, vous êtes devenue mère et grand-mère. C'est peut-être un record mondial, n'est-ce pas? Non, ça je crois pas. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont fait beaucoup plus vite que moi. Mais oui, effectivement, à 40 ans, j'ai eu une fille et donc qui a 20 ans de différence avec mon fils. Et mon fils a eu une petite fille aussi, en même temps. Claudia Cardinale. Toen we haar spraken, was ze eigenlijk vooral al moeder, oma. En inmiddels is alweer 76 jaar en haar bijnaam filmdier ontgroeid. Vous aimez un métier, mais vous n'êtes pas de animal cinematográfico. Animal cinematográfico sur l'écran. Dans la vie, c'est différent. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ja, en dan Marcello Mastroianni, een van de allergrootste acteurs die Europa ooit heeft voortgebracht. Wereldberoemd geworden door die ene scène uit La Dolce Vita, het zoete leven. Waarin hij te zien is naast de Zweedse Anita Ekberg. Decor was de Trevi-fontein in Rome. Dat is die plek waar toeristen traditioneel muntjes in het water gooien en dan een wens doen. Bijvoorbeeld in de hoop dat ze ooit de liefde van hun leven zullen ontmoeten. Marcello speelt een verslaggever die het zoete leven La Dolce Vita verslaat van de High Society van Rome. Hij is op zoek naar sappige roddels en schandaalnieuws. Stort zich in het nachtleven vol drank en seks. En stuit op de totale leegte en de diepe tragiek van het losbandige leven van de Happy Few. Marcello, come here. Hurry up. Sì, Silvia. Vengo anch'io. Vengo anch'io. Ja, wat een scène. Bijna 65 jaar geleden opgenomen en nog even adembenemend. Mastroianni, met de andere drie erbij, is hij symbool voor die bloeiperiode van de Italiaanse film. Maar waar kwam dat grote succes vandaan? In de eerste plaats was er een enorme generatie vernieuwende regisseurs, mannen als Visconti en de fameuze Federico Fellini. Bovendien was er de nota bene door Mussolini opgerichte grote filmstudio Cinecittà, waar alles kon, van enorme massaproducties tot kleine avant-garde films. En de wereld ontdekte de grote Italiaanse sterren, zoals Mastroianni. Hem zochten we destijds op in zijn stijlvolle Romeinse appartement. Marcello Mastroianni. Rome was zijn stad.
Hier werd hij ontdekt door Federico Fellini, de topacteur die zich al heel snel ontwikkelde tot dé mannelijke ster van de Italiaanse cinema. En die bovendien de verpersoonlijking werd van het fenomeen Latin Lover. Hier woonde die. Vreemd om terug te zien deze beelden, want niet lang na dit interview overleed hij op 72-jarige leeftijd. We bespraken onder meer dat, net als bij Lollobrigida en Loren, ook bij Mastroianni de armoede uit zijn jeugd een bron was van inspiratie en wilskracht. La povertà certamente è uno stimolo, una spinta che l'aiuta nella vita, almeno al mio tempo, oggi non lo so. L'aiuta e la spinge a conquistare una posizione, a migliorare la sua condizione economica e sociale e anche culturale, perché quando si è poveri anche gli aspetti culturali diventano modesti e poveri, perché è chiaro. Non si possono frequentare certe scuole, l'università, non si viaggia, non si è visto nulla. I giovani di oggi hanno molti vantaggi in questo senso. Poi sono smarriti per motivi più drammatici, probabilmente. No, voglio dire che il successo mi ha arricchito molto, ma non nel senso economico. Mi ha arricchito perché evidentemente è stata la misura che io avevo delle qualità. Hoe Mastroianni hier woonde, stond in schril contrast met de omstandigheden van zijn jeugd. Toen moest elke lire twee keer omgedraaid worden. Vader Mastroianni was schoenmaker. Marcello had mooie herinneringen aan papa. Una sigaretta da fumare. Aggiustava anche le scarpe del proprio figlio? Una volta mi ha aggiustato un paio di scarpe. E mi ricordo, durante la guerra si avevano delle scarpe o dei sandali che invece della suola, perché la suola non c'era, c'era il sughero, una grande suola di sughero. E questi sandali mi si spaccarono in due. E allora mio padre li riparò mettendoci delle suole di alluminio, con delle viti. Però quando camminavo sembravo un cavallo, perché facevano molto rumore. Sì. Maar tot Marcello's grote ongeluk heeft papa hem nooit aan het werk gezien. Want toen zoon lief namaakte, had zijn vader al zijn totale gezichtsvermogen verloren. Perse la vista 3 o 4 anni prima che io cominciassi a fare questo mestiere. Quindi non mi ha mai visto. Però andava al cinema con mia madre e domandava a mia madre cosa sta facendo. Lui sentiva la voce, però gli chiedeva a mia madre che gli spiegasse l'azione, ecco che io. Ma anche questo, anche se era un fatto drammatico, fu accettato con quel fatalismo che spesso è molto legato alla gente che ha un'estrazione modesta. Cioè, mia madre era religiosa e diceva è la volontà di Dio. Certo, io non dicevo questo, però dicevo, siamo sfortunati. D'altra parte, per un diabetico, allora, di modeste condizioni, era difficile curarsi. E poi il diabetico non può mangiare la pasta, non può mangiare il pane. Per noi allora, in genere per gli italiani, in quegli anni di guerra era veramente l'unico cibo, insomma, al quale uno poteva, attraverso il quale poteva sopravvivere. Je mag het illustratief noemen voor hoe de filmwereld in elkaar zit, dat Mastroianni behalve bij zijn echtgenote Floria Carabella ook een dochter heeft bij Catherine Deneuve. 7 jaar lang hadden zij een door Carabella geaccepteerde relatie. Die dochter van Deneuve draagt de naam van haar vader, Chiara Mastroianni. Lei ha 2 figli, l'una italiana e l'altra francese. Sì. La ci vede una grande differenza tra le due? No. No, perché io sono il padre di tutte e due, quindi ci ho messo del mio in tutte e due. No, forse la francesina è più vivace. È anche più diretta. Forse perché tra Parigi, Roma c'è anche una differenza proprio di mentalità, di spirito, è più evoluta, è più precoce di come lo è stata la mia figlia italiana, ecco. Però in quella francese ci ho messo anche, insomma, io credo un buon sangue italiano, quindi va bene. Sì, vanno bene tutte e due. Anders dan de meeste van zijn Hollywood collega's probeerde de grote Mastroianni zoveel mogelijk als doorsnee burger door het leven te gaan.
andavo a teatro la sera con l'autobus perché aveva dei percorsi preferenziali, arrivava prima l'autobus del tassì e mi divertiva molto perché io quando stavo lì vedevo quello che faceva e capivo, io leggevo nella sua mente, poi guardavano di nascosto, no? Perché per loro, fra l'altro, non era, come potrei dire, non era credibile che, ma possibile che quell'attore lì su un autobus. Per il pubblico l'attore non viaggia in autobus, viaggia sulle automobili lussuose, vede la mentalità della gente com'è. A me mi veniva da ridere perché capivo il tormento, cioè pure mi sembra di conoscerlo, ma non gli veniva in mente che era un attore, capito? Ja, wat een man. En dan Sophia Loren. Bij de voorbereiding ontdekten we dat september 1934, in elk geval in één opzicht een hele bijzondere maand is geweest. Want binnen één week werden toen twee van de mooiste, meest begeerde vrouwen uit de 20e eeuw geboren. Brigitte Bardot en Sophia Loren. Meer nog dan wereldberoemde filmactrices werden beide levende legendes. Bij Bardot was alleen haar verschijning al meer dan voldoende om de mannelijke bioscoopbezoeker in totale verwarring te brengen. De Italiaanse Loren was anders. Oké, ook zij zag er geweldig uit, maar ze speelde ook werkelijk schitterende rollen. Won niet voor niets tot twee keer toe een Oscar, een Ere César, de Gouden Beer van Berlijn en ze heeft een wandkast vol andere prijzen. Bij Bardot volgden niet alleen de minnaars, maar ook de echtgenoten elkaar in rap tempo op. Ze trouwden vier keer met regisseur Roger Vadim, acteur Jacques Charrier, automiljonair Günther Sachs van Opel en tot op de dag van vandaag is ze samen met haar vierde echtgenoot, de extreemrechtse politicus Bernard Dormaal. Ook dat was bij Sophia Loren even anders. Hoewel de meeste van haar mannelijke tegenspelers het zo ongeveer zonder uitzondering met haar probeerden aan te leggen, bleef ze haar leven lang trouw aan de 22 jaar oudere Carlo Ponti. Een relatie met een bizarre geschiedenis. Ze was nog een tiener toen ze filmproducent Ponti leerde kennen. Hij was getrouwd, had twee kinderen, ook dat nog. Maar toen samenwerken veranderde in una storia d'amore, toen waren de poppen pas echt aan het dansen. In Italië was scheiden in die tijd bij wet verboden. In Rome moesten Loren en Ponti noodgedwongen apart blijven leven. Uiteindelijk werden ze zelfs gedwongen om twee keer te trouwen, maar daarover straks. Onlangs ontmoeten we Loren dus in het Zwitserse Genève, waar ze tegenwoordig woont. En daarmee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Nu hadden we alle vier grote sterren van de Italiaanse film voor de camera gehad. Lollobrigida, Cardinale, Mastroianni. En nu maakt Sophia Loren dit legendarische kwartet uit de hoogtijdagen van het Italiaanse cinema compleet. Reden voor ons bezoek was het verschijnen van haar autobiografie, getiteld Ieri, Oggi, Domani. Gisteren, vandaag en morgen. Ook titel van een van haar beste films. Het werd een gesprek in twee talen. Misschien kwam het omdat ik vooraf tegen haar gezegd had dat ik haar Engels zo bewonderde. Want dat zangerige Engels uit haar Hollywoodfilms is echt verrukkelijk. Sophia Loren. Ooit genoemd The Greatest Beauty of All Times. 80 jaar geleden geboren in Rome. Omdat vader Riccardo zich totaal niet om zijn gezin bekommerde, verhuisde Sophia met haar zus Maria en hun ongehuwde moeder Romilda naar opa en oma. Die woonden in het dorpje Pozzuoli in de buurt van Napels. Hier had Sophia niet wat je noemt een leuke jeugd. Vooral in de oorlog, tijdens het bewind van Mussolini, leefde het gezin onder barre omstandigheden. Geen geld, niets te eten. Haar moeder Romilda had gedroomd van een carrière als actrice, maar Mussolini, Hitler en het ongehuwde moederschap haalden daar een streep door. Dit is vader Riccardo op een zeldzame foto met Romilda. Sophia heeft hem in haar hele leven maar een paar keer gezien. Zo groeide La Loren op met ook nog de grote schaamte dat ze kind was van ongehuwde ouders. In die tijd was dat in Italië een schande. Dus droomde ze ervan zelf ooit te trouwen en kinderen te krijgen. Maar juist dat bleek in haar latere leven het moeilijkst bereikbaar. Sterker nog, het werd een traumatische ervaring. Signora Loren, nel 1934 Dio era probabilmente al settimo cielo. Soprattutto nel mese di settembre. Perché? Settembre. Non capisco perché. Sì, nel giro di 8 giorni sono nate due delle donne più belle. Due? Due della storia. Chi è? Chi? Prima lei, il 20 di settembre. Sì. E 8 giorni dopo, Brigitte Bardot. Ah, sì. È notevole, no? Il compleanno, sì, è vero. 8 giorni? Yeah. No. Sì, Dio. Sì. Dio l'ha fatto, no? Sì. Sì, è vero. Sì. La sua biografia.
si chiama Ieri, Oggi, Domani. Sì. Cominciamo con ieri. Sua madre ha sacrificato molto per lei, no? Beh, io credo che una madre, se una madre, non è che deve sacrificare, ma insomma vive la sua vita per cercare di portare avanti i figli, per farli crescere e per dare loro un avvenire. Mia madre è stata una donna che ha cresciuto le sue figlie da sola, con un uomo che arrivava, poi spariva, poi appariva, spariva. Quindi ha avuto una vita difficile, anche perché, nonostante ciò, la posizione familiare, c'era anche la guerra. Non è che c'era tutto. La guerra era difficile, no? Quindi questo è stato ieri. E per noi figlie ieri è stato un passato molto polveroso, un passato pieno di scoppi di guerra, un passato pieno di bombe, un passato dove non si mangiava, un inferno, sì. De oorlog was nog niet afgelopen of Sophia zat vaak hele dagen in de kleine dorpsbioscoop. Ze droomde weg bij films van de sterren van toen. Was gefascineerd door mannen als Cary Grant, Frank Sinatra, Gregory Peck. Geen idee had ze dat het niet lang zou duren voor ze samen met hen zou spelen. Hier zag ze voor het eerst hoe de wereld er ook uit kan zien. Sommige films zag ze 10, 12 keer. Passavo sì al cinema a vedere i film dove c'erano dei decori meravigliosi, dove non c'erano palazzi buttati giù dalle bombe, dove c'era la ricchezza, dove c'erano i vestiti belli, dove la gente rideva, non piangevano più. E quindi c'era un mondo lì dietro che ti ispirava a dirti forse un giorno, chissà se io potrò un giorno far parte di quel mondo, con una certa buona invidia, non cattiveria. No? Ho fatto un'intervista con Marcello Mastroianni a casa a Roma. Come caratterizzerebbe, bella, per esempio, Sophia Loren? Beh, Sophia Loren è stata per tanti anni la mia attrice proprio preferita, perché con lei si può dire che abbiamo insieme iniziato una carriera che ci ha portato piano piano al successo. Vero. E sempre accompagnandoci assieme, quindi sì, è stata importante Sophia Loren nella mia vita professionale. È una persona che io amo molto ancora oggi, che stimo molto. Importanti per lei, Mastroianni. Oh sì, le stesse parole sono per lui. Sì. In che senso il suo rapporto con lui era speciale? Ma non si può dire, perché è veramente una questione di chemistry, una questione di un incontro che va bene in tutti i sensi. Va bene fisicamente, va bene come dal punto di vista intellettuale, va bene nel senso of humor, ridevamo per le stesse cose, lui era una persona molto discreta, io anche, lui aveva una vita privata molto privata e io anche, e queste cose sia all'uno che all'altro ci piacevano molto. Sì. In una giornata particolare was Sophia de buurvrouw van de homoseksuele Gabriele, gespeeld door Mastroianni. Die had de grootste moeite om zijn voorkeur voor de herenliefde toe te geven. Een meesterwerk tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Volgens wie het weten kan, behoort deze scène, met wat zich tussen de twee afspeelde, tot de meest indrukwekkende uit de Italiaanse filmgeschiedenis. Ti sei sbagliata! Io non sono quel maschione vinile che speravi! Sono un frocio! Frocio! Così ci chiamano! Al biliardo di Piazza Tuscolo, quando scoprivano uno come non gli calavano i calzoni e gli piccavano la stecca nel culo! Hai capito cosa gli facevano? Che ne sai? Madonna, questo è matto! Che ne sai tu? Sei una piccola donna ignorante e ottusa, una maritata in fregola, ma tanto per bene! Tanto per bene! Una di quelle che dicono, zitto, è stato un momento di debolezza, cosa penserete di me? Disposto a farsi sbattere in terrazza, non è ma pronta a giudicare, a linciare, ma che ne sai? Che ne sai? Che ne sai tu? Zitto, la portiera! La chiamo io la portiera! 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 Così lo sapranno tutti, finalmente, che l'inquilino del sesto piano è Ricchione, è Finocchio, è invertito!
Weer even terug in de tijd. Hoe onbereikbaar ver leek het in die eerste naoorlogse jaren dat Loren ooit als tweevoudig Oscar-winnares zelf gevraagd zou worden om een Academy Award uit te reiken. Toevallig ook nog aan een landgenoot. En de Oscar goes to... Roberto! Op heel eigen wijze ging acteur en regisseur Roberto Benigni een van de Oscars ophalen voor zijn film La Vita è Bella. I love this so very much. This is one of the greatest moments I've seen from you also on television. They put it on all the time. Thank you! Sophia! I live here the Oscar, but I want you! I want to be rocked by the waves of your beauty. Come here. Come here. And also I would like to thank my parents in Vergaio, in the little village in Italy. They gave me the biggest gift, poverty, and I want to thank them for the rest of my life. Really, but thank you, Mama and Babbo. Thank you. I love you so much. It's fantastic. Sophia dankt haar carrière aan moeder Romilda. Die schreef haar in voor een aantal misverkiezingen. Zij dacht, stel dat mijn dochter ontdekt wordt, dan is dat misschien dé kans om te ontsnappen aan een leven vol armoede. Stevast werd er toen broodmagere Sophia II, maar toch, dochterlief viel op. En zo kwam het dat ze al snel verscheen in fotoromans. Die waren in die dagen ontzettend populair. En dan ontmoet ze filmproducent Carlo Ponti. Die laat haar op haar 16e een screentest doen. De cameraman is niet onder de indruk. Alles aan haar is te groot, zegt hij. Haar neus, haar mond en ze beweegt ook nog eens houterig. Maar Ponti liet zich niet van de wijs brengen, om de eenvoudige reden dat hij zijn ogen niet van haar af kon houden. When I met him, I was 16, 17 years old. So he was a kind of a person that I always remember the first time he looked at me with his eyes, and he was so nice and so elegant and so. And he started to tell me the story of the cinema, how he started, and like we had known each other forever. And I thought that Carlo was what I was waiting for, the man of my life. Carlo l'ha completata come persona e come donna. È vero, no? Beh, ma io esistevo prima di Carlo. Sì, ma la sua influenza era no, così, cioè, grande. Le cose erano lì. Sì. Erano lì che dovevano nascere, sì. E avevano bisogno di una persona intelligente e attenta per far sì che queste qualità, se le vogliamo chiamare qualità, sì, venissero fuori. Ponti was als gezegd getrouwd, had twee kinderen. Hij wilde scheiden, maar de Italiaanse wet stond dat dus niet toe. Daar werd in die tijd trouwens fanatiek tegen geprotesteerd. Voor Carlo en Sophia betekende het dat toen ze definitief voor elkaar gekozen hadden, ze gedwongen waren om als ballingen in het buitenland te leven. Tot Carlo ontdekte dat je volgens de Mexicaanse wet wel en ook nog bij volmacht kon trouwen, ook als een van de partners nog niet gescheiden was. Voor de Italiaanse wet gold dat dus niet. Dat betekende dat terug naar Rome niet meer kon. Daar hing Ponti een pittige gevangenisstraf boven het hoofd wegens bigamie. Pas veel later konden ze in Frankrijk uiteindelijk officieel met elkaar in de echt verbonden worden. Ze kregen twee kinderen, Carlo Junior en Eduardo. Filmregisseur Eduardo maakte onlangs nog een film met zijn toen al 79-jarige moeder. Recentemente ha fatto un film con il suo figlio, Eduardo. Era un regista severo? Era un regista che ha pensato molto tempo prima di cominciare a fare il film, era un regista che in cose di questo genere qui era molto preparato. Ma è speciale lavorare con suo figlio? La cosa che mi piace di più è che lo vedo attento e che non lo vedevo sotto queste vesti, perché nella vita privata è un ragazzo normale, anzi molto, molto spiritoso, sempre pronto alle battute, così lì, no? Era una persona molto attenta, molto seria. Si sentiva molto responsabile, anche perché sì, aveva la madre tra le sue braccia. Sì. I vostri figli sono la creazione più importante della sua vita, no? Io credo, no? Sì. Ma non solo per me, spero.
Sì. Per tante persone. In feite was het een klein wonder dat Ponti en Loren kinderen kregen. Het is een wonderlijke scène om te zien dat de halve wereldpers aan haar voeteneind stond toen Carlo Junior geboren werd. En met de komst van Eduardo was hun geluk compleet. I wanted to have children and I had two miscarriages and I thought that I was never going to have children because the doctor that was taking care of me said you are beautiful, wonderful hips, you look like a woman, he said. But you will never have children. What a way to put it, said, you look like a woman. Said, well, because it was a kind of thing. Okay. You will never have children. So I cried because when he went away, I cried. And then I had a friend of mine, which she was in a little bit in my position with this thing of motherhood. And she gave me a wonderful doctor in Geneva here. And from him, I mean, he was God a bit. He said, I see nothing wrong with you. Maybe it's a question of hormones, estrogen, but everything is fine. Yeah. So as a matter of fact, he was right. So knowing all this, is it possible to describe your feeling when you had your first child, when you had Carlo? Well, I think it's the most beautiful moment of a woman, to hold your child in your arms. I mean, it's we are very lucky women because we go through moments of great happiness, yes. Yeah, but it's hard work also. Doesn't matter. Doesn't matter. There's much love. No. Zo stond de zon voor het gezin Ponti jarenlang helder aan de hemel. Al moest Sophia nog even 17 dagen de gevangenis in vanwege een conflict met de Belastingdienst. Maar ach. Carlo en Sophia zijn 56 jaar samen geweest. Ponti overleed 7 jaar geleden op 95-jarige leeftijd. En dan komen de prachtige plaatjes van oma en de kleinkinderen. Die variëren in leeftijd van 1 tot 4 jaar. Die zullen wel even raar opkijken als oma voor gaat lezen uit het boek van haar veelbewogen leven. Voorlopig vinden ze oma hoofdzakelijk oud, want ja, ze is 80. Maar ze hebben natuurlijk nog geen idee van hoe beroemd ze is. If people come into the room and say, oh, is Sophia Loren, from the expression, they think that there is something that special. They should know, yeah. Something special, but they still don't know. No. Loren, het klassieke voorbeeld van de dochter die de droom van haar moeder heeft waargemaakt. Daarbij is de invloed van mama Romilda door haar hele leven zichtbaar gebleven. Zelf zegt ze daarover, toen ik een rol kreeg als jonge moeder, speelde ik in feite Romilda. Quando all'età di 26 anni ha interpretato il ruolo di una madre, è speciale, no? Lei ha detto, ho interpretato mia madre. La mia infanzia mi ha offerto la migliore formazione possibile. In che senso? Praticamente tutto quello che ho imparato da mia madre l'ho imparato in quei momenti lì, quelli passati, che naturalmente se ti scioccano quando sei molto giovane ti rimangono dentro tutta la vita. Persino adesso se io penso a quei momenti lì è come se stessero succedendo adesso. Sì. Quindi ti rimangono dentro delle cose pesanti che quando si tratta di fare un film e ti trovi in una situazione quasi simile, non dico che sia facile, però non c'è dubbio che facilita molto la recitazione di un attore. Questo naturalmente se sei una persona sensibile. En dan denkt u, dat hebben we toch al gezien? Maar dit is 30 jaar later, toen Mastroianni en Loren die striptease-scène nog eens dunnetjes overdeden in de film Prêt-à-porter van regisseur Robert Altman. Die had hun gevraagd, welke scène zouden jullie nou nog het liefst een keer willen overdoen? Deze dus. Waardering was er genoeg. Hier krijgt ze een onderscheiding samen met Walt Disney, wiens Donald Duck trouwens ook precies 80 jaar oud is. En dan die twee Oscars. Uit pure verlegenheid was ze weggebleven toen ze haar eerste Academy Award had gekregen. Ladies and gentlemen, Miss Sophia Loren. Maar ze kwam wel toen ze haar tweede Oscar kreeg. Een zogenaamde Honorary Award voor haar hele oeuvre. Uit handen van Gregory Peck. Het was een emotionele gebeurtenis. Sophia, haar perfectionisme en de wil om er alles aan te doen om iets van haar leven te maken, vindt zijn oorsprong in haar verre van gemakkelijke jeugd.
your life is more or less a dream, isn't it? Did you have to pinch yourself from time to time to know whether it was true, everything that happened in your life? Well, sometimes I think that I wonder, is it really my life? Is it really something that happened to me? Is it really, not because I don't believe it, but because it's so great. And I will share this eventful evening with the three men in my life. My husband, Carlo Ponti, without whom I wouldn't be the person I am today, and my two sons, Carlo Jr. and Eduardo. Sophia Loren, het levende bewijs dat het kan. Een gelukkig huwelijk, een nooit eindigende carrière en tijdloze schoonheid verenigd in één persoon. That taught me to conjugate the verb to love. It was something that I wanted so much, and I worked on it so much. And when I think about my past, I've been very fortunate. But I didn't take anything for granted. Yeah. What can still make you extremely happy these days? If we talk about now and the future. Extremely happy is they are my children, my grandchildren, my family. Absolutely, my family. This unity in my family that is very, it's a very good one. It's not up to date. It's something that you carry with you since a long time before, just to teach your children that family, a united family, is something very, very important. It's everything, isn't it? And yeah. No matter what happens, you just have to forget, and you just put love inside of your family, always, always, always. Well, within 30 or 40 years, you're going to face the Creator, who was in that great mood in September in 1934. Yes. And he's going to ask you, like he asked everybody, what have you been doing down there? What would your answer be? I was thinking about you all the time. Grazie mille per questa intervista. Grazie, 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 signor Loren. Grazie. Tja, tot zover voor vanavond. Volgende week zondag zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Heel graag, tot dan. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful